Sport dan. In het volleybal startte Puurs gisteravond voor eigen volk met de barragewedstrijden die zullen beslissen over deelname aan de play-offs. De ploeg die als eerste twee wedstrijden wint, gaat door. De Klein-Brabanders begonnen goed aan hun mini-campagne met een zege tegen Halen, maar dat verliep wel moeizamer dan verwacht. In de reguliere competitie was Puurs al twee keer te sterk voor Halen, maar in een barragewedstrijd telt zoiets allemaal niet meer mee. Halen loopt in het begin van de eerste set snel uit tot 4 en daarna zelfs 8 punten. Puurs is de hele tijd op zoek naar zichzelf en Halen profiteert daar optimaal van. Het drijft makkelijk de eerste set binnen met 12-25. De thuisploeg slaagt er in set 2 in haar niveau flink op te krikken. Verdedigend staat er eindelijk een blok en ook aanvallend lukt het een en het ander. Gevolg 16-12 voor de thuisploeg na de tweede time-out. En meer hebben de mannen van Joverstijft niet nodig om de partij weer in evenwicht te brengen na 25-20 setwinst. De derde set lijkt wel een blauwdruk van de eerste. Puurs is echt nergens. De set gaat naar Halen met 10-25. En dus is de vierde set erop of eronder voor de Klein-Brabanders. En dat beseffen ze ook bij de supporters. Op het veld weten ze hoe laat het is en net op tijd slagen ze erin de draad weer op te pikken. Puurs kan gelijke tred houden met Halen tot 24-24. En via een ultieme tussenspurt pakt Rood-Wit de set met 26-24. Alles wordt dus beslist in een zinderende vijfde set. De thuisploeg loopt razendsnel uit tot 5-0 en dat is een klap waar Halen niet meer van herstelt. Luiten slaat de opslag van de bezoekers uit en zo wint Puurs de wedstrijd met 3-2. Een belangrijke zege die wel bloed, zweet en tranen gekost heeft. Ik denk dat een aantal jongens te zenuwachtig waren. En ik denk dat het gevolg is dat je totaal onderuit gaat, dat je totaal onder niveau gaat spelen. En ik denk dat we nu met een geruster geweten voor die tweede wedstrijd kunnen gaan en de derde wedstrijd. En hopelijk zijn de zenuwen iets minder gespannen bij de ploeggenoten. De volgende partij wordt nu zaterdag in Halen gespeeld. Wij besteden ruim aandacht aan die wedstrijd in onze match van de maandag. Naar het voetbal.